Je loopt hoe je kijkt, echt alles aan je is precies zoals het moet zijn. Schat, ik weet het, die love for you, maar baby, door jou gaat mijn hart tekeer. Maar niet uit hoe je eerst was, zolang je maar zo blijft. En ook niet dat ik niet eerst was, want nu ben je van mij. Niemand anders kan naast jou staan. Kijk me aan, hou me vast en laat me niet liggen. Ik ben er, ik blijf hier en ga niet meer weg. Hey, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 19 februari en ik heb geen idee waarom ik dit zeg. Maar ja... ik had zin om vandaag een video op te nemen, maar ik wist niet precies waar ik over ik hem zou willen opnemen. Wat? Jalissa? Nou, Nederlands. Maar ik wist niet zo goed waarover ik hem wilde opnemen, of weet ik hoe je het zegt, het zal wel. Dus vandaag heb ik mijn lieve iPodje weer bij mijn hand. Bij de hand, bij mijn hand, wat? Bij de hand, bij mijn hand, weet ik veel hoe je het zegt, maar het zal wel. Zoals je misschien wel merkt ben ik een beetje hyper aan het doen en ik ben een beetje druk. Nou, dat dus... maar ik heb mijn iPodje, dus ik ga vandaag weer wat leuke dingen aan jullie vertellen. Dus vind je deze video nou leuk, dan alvast een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we nou heel snel beginnen. Let's go! Als eerste ben ik echt mega verliefd op het album van Lil Kleine. Echt, ik vind het echt leuk. Ik ga zo van, wop! Ik vind het echt een superleuk album. Ik ben echt helemaal verliefd. En ik weet trouwens nog steeds niet waarom ik die capuchon zo heb zitten. Maar ja, ik ben echt verliefd op het album. En ik heb het album ook meteen gekocht. Kijk, zoals je misschien wel ziet, heb ik echt het album meteen gekocht. Ik vind het echt superleuk. En het leukste liedje vind ik zelf Stripclub. Ik zal een klein stukje van laten horen. Niet te veel, anders krijg ik copyright natuurlijk. Als ik dat doe. Wat? Dit ook gaat is al geochtseerd met wat? What the fuck? Wat is dit? Hallo? Ga je nog meer of niet? Hey. We zijn in een stripclub, en we gooien met die stacks. Ik wil dat je hard gaat, dat ik erop raapt. En dat je het zorgt voor Ronnie Flex. Ik vind het echt geniaal. Ik hou van het nummer, echt. Ik zweer het je. Het nummer, I love dat nummer. Love. Love voor het hele album. Echt, Lil Kleine, super goed gedaan. Echt, ik vind het album echt super leuk. En ik ben echt helemaal verliefd op het album. En vind jij het album nou ook leuk? Laat zeker even weten beneden in de reacties. Dan nou even over school. Ik heb hier mijn puntenlijst op magister. En het leek me wel leuk om even mijn punten voor te lezen. Mijn gemiddelde op dit moment. Er komt een toetsweek aan, dus het gaat nog veranderen waarschijnlijk. Maar op dit moment sta ik voor alles gewoon een voldoende. Echt, zelfs voor rekenen en wiskunde. Terwijl ik dyscalculie heb, echt gewoon... Wauw. Maar ik zal het even voorlezen. We beginnen met Nederlands. Nederlands sta ik gemiddeld een 7,1. Nederlands vind ik ook zelf niet zo heel moeilijk. Dus ja, dan is het ook best wel makkelijk. Engels sta ik een 6,1. Engels vind ik dan weer wel iets moeilijker. Want ik had voor Engels een 5,5 en een 7,1. Dus ja. Wiskunde wisten jullie al, 5,6. Rekenen een 6,3. Ik had gewoon een 9 voor rekenen, hè. Oh my god, ik was zo blij toen ik het zag. Ja, nou ja, ik mag natuurlijk met rekenmachine omdat ik dyscalculie heb. Maar ja, dan nog. Biologie een 8,3. Biologie is ook niet zo heel moeilijk. Mensmaatschappij is mijn favoriete vak. Sta ik een 7,9. Nee, een 8. Wat? Jawel, een 7,9. Voor mensmaatschappij sta ik dus een 7,9. Voor LO, dus lichamelijke opvoeding, oftewel gym, staat mijn camera nou scheef. Ik heb geen idee. Maar voor lichamelijke opvoeding sta ik een 6,5. En dat komt wel een beetje omdat ik niet echt me goed mijn best doe voor lichamelijke opvoeding. Maar ik ben gewoon totaal niet sportief. Echt niet. Echt niet sportief. En kunst en cultuur een 7,5. Dus ja, mijn punten zijn op zich best wel goed. Natuurtechniek, daar krijg ik nog een toets van. Maar ik ben zo slecht in natuurtechniek. Oh my god, ik haat dat vak zo erg. Natuurtechniek lijkt een beetje op NASC, dus natuurscheikunde. Alleen dan zit er, bij ons is het dan natuur en techniek. Dus dan is het een beetje mens-natuur is het meer. En dan techniek erbij. Dus, wow. Oké, dit was eng. Waarom ga je vallen? Hallo? Dus ja, ik had het vak gewoon en ik ben er gewoon echt heel slecht in en het is echt erg. Verder gaat het op school best wel goed eigenlijk. Op zich gaat het echt wel goed, alleen is nou een beetje ruzie in onze klas. Ja, ruzie. Ik wil het geen ruzie noemen. Meer echt discussies, iets, ja, een beetje trammelend, laten we het daarop houden. En ik heb ook nog de YouTube-ruzie heb ik ook gevolgd tussen Ties en Job. Ja, Ties en dan Squad en dan Job. Ik vond het wel leuk om te volgen. Ik ga er niet verder op in, want ja. Mijn mening is dat Job gewoon een tweede kans verdient. Als hij het ook aanvaardt. En ik vind het heel goed dat hij zijn excuus heeft aangeboden. Dus super Job. Je gaat dit toch niet zien, maar maakt niet uit. Dus ja, dat vind ik ervan. En ja,
Oeh, ik ben alweer 6 minuten aan het lullen. Nou, helemaal mooi. Heb ik nog iets leuks te vertellen? Ik denk niet. Dus ik denk dat dit video alweer was. Dus ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En sorry voor het feit dat ik echt mega druk ben. Maar ja, ik ben nou eenmaal mega druk. Doei!